Mensen, Donnie hier al even een kleine update. Het gaat stukken beter, gelukkig. Na een zware periode keert Linda de Mol terug op televisie. Jordi, jij weet wanneer en met welk programma. En er is nog meer goed nieuws, tenminste voor alle fans die Linda gemist hebben. Want we hebben haar eindelijk ook weer eens stralend gespot. Ja, en verder in deze entertainment update. Vandaag Inside. Vrijdag is de laatste uitzending van het eerste seizoen. Jordi, jij blikt terug met Wilfred. Je hebt Johan gesproken. En je hebt een update over de gezondheid van Donnie Roelving. Ja. Ja, zojuist gesproken vanuit het ziekenhuis en hij had goed nieuws. Nou, dat is dat belooft wat. Eerst Danny de Munk. Woensdagavond onthulde John van Heuvel dat er een aangifte tegen hem is gedaan vanwege verkrachting. Ja. Er is al de afgelopen periode al eerder iets geweest. Kun je dat heel eventjes uitleggen? Ja, Jewish kanalen, waaronder Yvonne Koldewijer, die brachten dat naar buiten. Yvonne was benaderd door mensen die traumatische ervaringen hadden met Danny. Tenminste, dat is hun verhaal. Ja. Uit het verleden twijfelde ook of ze aangifte wilden gaan doen. Ja, en dat verhaal heeft dus een andere vrouw gemotiveerd om daadwerkelijk aangifte te gaan doen. Dat is gebeurd 2 weken geleden. Dat kon John van de Heuvel gisteren melden. Ja. En nou, wat hier opvallend aan is dat in ieder geval de advocaat van Danny dan weer laat weten, Royce de Vries is dat, ja. Dat zij niet op de hoogte waren, tot onze berichtgeving, van die aangifte. Ja, er staat hier ook een reactie, hè, van de advocaat van Danny. Ja, de cliënt is door de politie en justitie niet geïnformeerd over die aangifte die tegen hem gedaan zou zijn, over een gepleegd strafbaar feit van 15 jaar geleden. Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten. Inmiddels is cliënt bekend met de identiteit van de aangeefster en dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ook ongefundeerd is. Nou, de cliënt die kan dit onderbouwen en die doet dit graag bij de daartoe aangewezen partijen. En Danny beraadt zich met zijn advocaat Royce dus op eventuele juridische vervolgstappen. Uiteraard, want als er aangifte ligt, dan moet het Openbaar Ministerie gaan besluiten van gaan we hier iets mee doen of niet. Jij hebt contact gezocht met Danny. Ja. Geeft hij enig commentaar? Een hartje stuurt hij vandaag. Kijk, alles wat hij erover zegt is natuurlijk schadelijk voor het onderzoek. Dus ja, dat begrijp ik ook wel. En bovendien moet dit natuurlijk voor het slachtoffer allereerst, hè, moet het traumatisch zijn. Maar goed, vergeet ook niet, Danny heeft een gezin met kinderen. Ja. Die gaat ook door een moeilijke periode heen. En ja, de komende tijd moet uitwijzen wat dit ook verder voor zijn carrière gaat betekenen. Hè? Ja. Want RTL heeft zojuist bekendgemaakt dat zij voorlopig niet met hem verder gaan. Nee. I Can See Your Voice deed hij daar. Dat zou binnenkort zouden er weer opnames plaats gaan vinden. Nou, hij zit er dus dit seizoen niet bij. Nee. En hij is momenteel te zien, we hebben het daar vorige week hier nog over gehad, in Hollandse Nieuwe, de talentenjacht voor volkszangers. En SBS heeft laten weten dat ze daar voorlopig gewoon mee doorgaan. Dat ze op de hoogte zijn van de berichtgeving en dat ze alles nauwlettend in de gaten houden. Overigens, tot slot, Danny blijft wel gewoon optreden. Dat deed hij al na de verhalen van de Juice-kanalen. Ja. Vandaag heb ik in de wandelgangen gehoord dat alle optredens voorlopig gewoon doorgaan. Zullen we dan even van Danny naar Donnie gaan? Ja. Hij liet ze volgens dinsdagochtend schrikken met een emotionele boodschap vanuit het ziekenhuis. Ik heb gisteren een ongeluk gehad bij het maken van een video. Ben ik onder een auto terechtgekomen. Het is heel snel gegaan. Ik weet alleen nog dat ik een klap voelde. En een paar minuten later werd ik wakker in de ambulance. Ja, hij ziet er behoorlijk gehaafd uit. Jordi, even terug aan het begin. Hij nam een videoclip op voor Instagram. Ja. Met een andere influencer. Wat is daar nou gebeurd? Het was met een Hummer, hè? Nou, het leven van Donnie speelt zich af op social media. Hij heeft daar ook idolen, fitness-idolen die hij volgt. En hij zag op een gegeven moment een filmpje voorbij komen van een fitness-goeroe die achter een, of voor een Hummer uitliep met 2 gewichten. En hij wilde dat eigenlijk nadoen voor een eigen video. En dat is misgegaan, want tijdens die opnames heeft de chauffeur van die Hummer, dat is Sam Hoogland, ook een influencer, ruim 150.000 volgers op Instagram, die heeft in plaats van de rem heeft hij het gaspedaal ingeduwd. Oei. Zo is die Hummer uiteindelijk over Donnie heen gereden en is hij in het ziekenhuis beland met behoorlijk wat verwondingen. Ja, een klaplong had hij. Ja. Maar het is dus allemaal meegevallen, gelukkig voor hem. En dat zit hem allereerst in die Hummer. Daar heeft hij echt geluk mee gehad, want die ligt hoog op de weg. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij er onderdoor kon. Een soort van onderdoor is gegaan. Het heeft hem wel uiteindelijk verwond. Dus in het ziekenhuis viel alles mee, maar ja, het was echt een tranendal daar. Ja, inmiddels zijn we 2 nachten verder dat hij daar in het ziekenhuis in Utrecht heeft gelegen. Jij hebt gesproken.
Precies vanochtend sprak ik hem en ging het gelukkig alweer een stuk beter met hem. Hij geeft zelf even een update. Mensen, Donny hier al even een kleine update. Het gaat stukken beter gelukkig. Ondanks de gebroken ribben die ik in mijn lichaam heb, kan ik wel gewoon lopen. Wat best een wonder is volgens de doktoren hier. De klaplong die ik had is inmiddels ook goed bijgetrokken. Dus alleen maar positief. En nog positiever is dat ik waarschijnlijk morgen naar huis mag. Deze arm gaat wel moeilijk de lucht in, maar ik steek even een duim op. Toppie, ook allemaal bedankt voor de lieve berichtjes. Een dikke kus van mij. En allemaal oppassen. Ja, hij heeft zijn ribben natuurlijk ook. En dat is volgens mij wat het langst duurt om te herstellen. Ja, op 5 plekken zijn die gebroken. Dus ja. Inderdaad. En ja, dat herstel gaat ook wel even duren. Want morgen naar huis, dat is goed nieuws natuurlijk voor hem. Als dat zou gaan lukken. Maar de doktoren hebben hem ook gezegd dat hij 6 weken sowieso niet mag sporten. Nee. En dat vindt hij toch wel echt een behoorlijke domper. We zien hem ook nog steeds met al die wonden. Nou, hij moest vanochtend onder de douche. Normaal is je daar binnen 10 minuten wel mee klaar. Duurde dat 2 uur. Dus hij realiseert zich ook wel hoe blij hij mag zijn met een goede gezondheid. En juist die goede gezondheid van hem, dat hij zo fit is, hè, staat dagelijks in die sportschool, zien we ook op al die filmpjes, zorgt ervoor dat hij zo snel herstelt. Want die artsen stonden er echt versteld van dat hij alweer door het ziekenhuis heen liep na slechts 2 dagen. Dus dat zegt ook wel dat het goed gaat met hem. Dus morgen dus hopelijk weer naar huis. En maar snel opknappen. Door met Vandaag Inside. Vrijdag 103 uitzendingen in die nieuwe vorm. Ja, gisteren de 100ste. Ja. De taart. Directeurtje kwam langs. En ik moet zeggen, dat vond ik wel een ongemakkelijk moment. Want normaal zien we het directeurtje overigens altijd als Sinterklaas in december de studio inhuppelen. En nu was het dus met een taart om te vieren dat ze daar al 100 uitzendingen zitten. Maar goed, we hebben natuurlijk onlangs die drempel nog gehad. Ja. En die hele rel. En ik vond dat wel een soort van olifant in de kamer die dan niet benoemd werd. Ja. Hè? Want het is ook alweer typisch Vandaag Inside om daar dan toch nog wel even over te beginnen. Dat gebeurde niet, vond ik ergens ook wel jammer. Gemiste kans. Maar wel mooi. 100 uitzendingen, wie had dat gedacht dat ze dat zouden volmaken op dagelijkse basis. En heel succesvol, hè? 900.000 kijkers zitten ze nu regelmatig op. En dat is ook overigens meer, heb ik gezien, dan in de periode voor die hele rel. Ja. Dus qua blijkbaar heeft het ze ook weer extra publiciteit opgeleverd. Denken mensen, nou, misschien komt er vanavond wel weer een nieuwe rel. Dus daar wil ik getuige van zijn. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja, en Johan Derksen dus vandaag gesproken. En die zegt toch ook wel, ja, het ligt ook wel aan het feit dat wij de mensen van de zwijgzame minderheid, een meerderheid zegt hij, dat wij die vertegenwoordigen. Ze zijn in ieder geval heel authentiek. Ja, ze zijn authentiek en ze zijn er iedere dag. En dat is ook wel een verschil, want als je kijkt naar RTL, nou, het is gewoon niet meer bij te houden wie daar allemaal zitten. Je hebt ze ook gesproken, toch? Ja, Wilfred die is verrast eigenlijk over hoe het aansloeg, dit programma. Zelf was ik enigszins bevreesd, zegt hij, dat het 5 keer in de week misschien wel te veel zou zijn. Maar het lijkt tot op heden mee te vallen. En ook voor mezelf, ik vind het leuker dan gedacht. Het is sowieso minder zwaar dan tv in combinatie met een ochtendshow op de radio. En ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want daarvoor moest hij bij Veronica om 5 uur zijn nest uit. Ja. En dan 's avonds ooit nog eens Veronica en Sai doen destijds. En dat is natuurlijk wel, dan wordt het een lange dag. Ja. Nu kan hij overdag wat lezingen houden. Dat brengt ook nog wat centjes op. Ja, het is je kan hem geen luiheid verwijten, nee. Wilfred. Die is altijd overal en dan zit hij weer bij BNR en dan zit hij weer hier en dan zit hij weer daar. Het lijkt natuurlijk een programma waarin alles maar gewoon besproken wordt en dat er bijna geen draaiboek is. Maar zij moeten natuurlijk wel degelijk alles bijhouden. En dat is wat ze overdag doen. En dan komen ze er 's avonds verstralend uit. Ja, Johan die is nog niet helemaal tevreden over de inhoud van het programma. Die vindt het af en toe nog te veel, nog te grappig allemaal. Hij zegt, mag af en toe ook wel weer wat serieuzer, maar niet zo serieus als een Op1 of Bo. Daar willen ze nooit komen op dat niveau. Maar hij vindt het wel leuk en kijkt ook wel weer uit naar het volgende seizoen. 15 augustus, hè? Dan keren ze terug en in november, dan keren ze 7 dagen in de week terug, zoals ze dat afgelopen zomer ook hebben gedaan. En jij weet ook waarom. Nou ja, wij worden wereldkampioen. Oh, dat denk jij? Dat denk ik wel. Dat ben ik vergeten om het plaatje te noteren. Maar ja. Voorheen waren ze 2 keer per avond te zien, hè, tijdens het EK destijds. Dat willen ze niet meer. Ze hopen echt dat ze het maar 1 keer in de avond hoeven te doen, zodat ze echt scherp kunnen zijn. Dat zal dan tussen 10 en 11 zijn in november. En nog mooi nieuws tot slot voor Johan Derksen, want hij is natuurlijk gecanceld geweest door al die radiozenders. En er is nu een landelijk radiostation wat ze gemeld zou hebben bij Johan. Vandaag notabene gaat hij dan mee in gesprek. Dus mogelijk gaan we hem binnenkort ook weer op een landelijk radiostation horen. Alles bleef zoals het was, toch? Ja.
Hey, Linda de Mol, die keert terug op televisie. Dat is mooi nieuws. Welk programma? Miljoenenjacht. Okay. Dat programma keert terug. Dat is geen verrassing, want het programma is uitgesteld geweest. Hè. Eigenlijk zou dat begin dit jaar op tv komen. Nou, ja, het was toen duidelijk, Linda kon dat programma nog helemaal niet maken. En nu bevestigt Talpa definitief dat Linda haar comeback gaat maken. Na toch wel een intense en een zware periode met de hele voice rail die achter haar ligt. En ze komt dus terug met dit programma. Dat wordt momenteel opgenomen dit najaar. Dus dat is rond september. Dan verschijnt dat op de buis. En het is niet haar eerste programma wat ze aan het opnemen is. Want achter de schermen is ze al een tijdje bezig met een nieuwe serie. Ja. Als actrice. En ze vindt het heel fijn om gewoon vooral weer lekker aan het werk te zijn. Dus dat is mooi nieuws. Keert terug. Ja. En we zagen haar op Instagram. Ja. Hier zien we de foto. Links zien we... Chelsea Weimar, hè? De vriendin al 2 jaar van Julian, de zoon van Linda. We zien daar ook op rechts Noah, die sinds kort ook helemaal gelukkig is in de liefde, heeft ze onlangs bekend. Weten we ook met wie? Ja, met een producer achter de schermen die ook heel veel van voetbal houdt. Dus daar zit volgens mij wel de match tussen de twee. Maar dit is mooi, want we zien dus Linda voor het eerst weer stralend. Ja. Wat me wel toch opvalt aan deze foto is dat we natuurlijk in dat gezinsgeluk voor de eerste keer... sinds een hele lange tijd Jeroen dan niet terugzien. Nee. Ik sprak Linda een jaar geleden toen er nog allemaal geen veldje aan de lucht hing. En toen vertelde Linda nog dat ze het zo fijn vond om af en toe eens een keer een weekend een citytrip te maken. Ook met Jeroen. En ja, nu staat ze er met haar gezin alleen voor. Maar ja, je ziet het, ze steunen haar in alles. En aan haar lach te zien trekt ze haar er echt doorheen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon hun moeder, hè, wat dat betreft. Ja, zeker. Ja, en Linda heeft op zich niks verkeerd gedaan. Ze heeft wel een tijd geleden gezegd, ik ga nog wel een keer mijn verhaal doen. Ja. Komt ze dat bij ons doen een keer? Nou, Linda, als je kijkt, ik weet niet... Ja, hier, deze desk. Hier kun je terecht. Ja, open uitnodiging. Precies. Ik weet zeker dat ze ja zegt. Nee, voorlopig gaat ze geen interviews doen. Ze heeft wel inderdaad aangekondigd dat als ze haar verhaal gaat doen, dat ze dat op haar eigen platform gaat doen, omdat ze dat het meest vertrouwt. Ja. Maar dat zal niet voor de eerste uitzending van Miljoenenjacht zijn, ook niet vlak daarna. Daar wacht ze dus nog even mee. En ik denk ook dat dat is om het onderzoek verder niet te schaden rondom The Voice. Als zij al eerder naar buiten treedt met allerlei nieuwe details, kan dat het onderzoek schaden. Dus daar moeten we dus nog even op wachten. Jordi Versteegde, we zijn weer aan het einde gekomen, toch? Dankjewel.